Je, daar nu? je weet het meteen. Open je ogen. Een reizende fototentoonstelling die aandacht vraagt voor slachtoffers van mensenhandel. In de Willemstraat staan 15 dubbelzijdig beplakte portretbillboards die de voorbijganger bewust maken van deze verborgen problematiek. Allereerst alert zijn op situaties waar je denkt van. Hey, is, dit eigenlijk, is dit eigenlijk wel normaal? Of is hier iets bijzonders aan de hand? Dan kun je dat altijd melden. Uh, melden begint het altijd. Je bent een meld als je uh, georganiseerde criminaliteit meldt. Uh, uh, en je verlinkt niemand. Nee, je zorgt ervoor dat mensen, laat zeggen, worden geworden beschermd, melden, alert zijn. De meeste mensen denken inderdaad, uh, vooral bij mensenhandel aan gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting. Uh, maar de mensenhandel heeft heel veel diverse vormen, zoals uh, kinderen die worden gedwongen om te gaan stelen. Hè? Dus gedwongen criminaliteit noemen we dat. Gedwongen bedelarij, denk aan de straatmuzikanten of aan de zakdoekjesleggers in. De trein. Je bent Soms ben je er niet van bewust dat er sprake zou kunnen zijn van mensenhandel, maar als je je pak laat vermaken voor slechts 10 euro, dan kun je je wel afvragen, hoe kan iemand nou een pak vermaken voor 10 euro? Onder welke omstandigheden moet degene die dat doet, dat werk doen? En als je dat dan op een gegeven moment beseft, misschien als je deze verhalen leest, dat je denkt van, het is wel goedkoop, maar het voelt niet goed. Hoe zwaar zijn dit soort vergrijpen dan? Want het klinkt een klein beetje onschuldig, een zakdoekje verkopen. Dan denk je, ja, dat is net zoiets als je een keer je portemonnee wordt geroofd. Moet je het zo zien? Nee, deze mensen die zitten gevangen in de situatie. Die worden keer op keer weer ingezet voor dit soort activiteiten. Mensenhandelaren verzinnen ook steeds iets nieuws waar ze geld aan kunnen verdienen. Uh, er is een mensenhandelaar die is veroordeeld en die heeft eens gezegd: drugs kan je maar één keer verkopen, kan je maar één keer geld aan verdienen. Maar aan mensen, zolang je ze in leven houdt, kan je er geld aan blijven verdienen. En zo moet je dit soort uh, vormen van uitbuiting natuurlijk zien. Waar de wereld voor deze mensen. Terug begint, hè, laten we het zo maar zeggen, is uh, bij het voornemen om eruit te stappen. Ja. En om. Zitten letterlijk gevangen. Uh, letterlijk gevangen. En waar ze uh, zoekende zijn naar mensen die hen daar kunnen wij ondersteunen. Soms kan je gewoon niet weg, omdat je, uh, je, hebt, je beschikt niet over je identiteitsbewijs. Je beschikt niet over je paspoort. Je hebt geen geld. Uh, wat je hebt zijn de kleren uh, waar je in, die je aan hebt. Wat Spreekt de taal niet? Dat ook. En uh, er is een, uh, daarnaast is er een serieuze intimidatie en een serieuze dreiging vanuit diegene die vanuit mensenhandelaren. Mensen dus de hoop en de perspectief bieden dat ze zo als ze zo'n stap zetten dat het zich loont. Ja, daar komt het eigenlijk op neer.